Goedemorgen iedereen en welkom bij een nieuwe webinar van Lab9 Pro. Ik ben Zeno, Marketing Manager bij Lab9 Pro. En zoals je het goed hoort, we hebben de naam Online Graphics weggelaten uit onze introductie en dat is Lab9 Pro geworden. En hier wil ik ook kort even bij stilstaan in het begin van deze webinar. Uh, vanaf 1 oktober, dat is morgen, wordt Online Graphics Lab9 Pro. Hoogstwaarschijnlijk hebben jullie hier reeds een mailtje van ontvangen met het nodige verhaal en de omkadering van onze naamswijziging. Met de komst van Lab9 Pro kadert onder andere met de integratie van Expert IT. Dat is onze dochterondernemingen met vestigingen in Antwerpen en Limburg. Met de samenvloeiing hebben we de mogelijkheid om onze krachten te bullen, bundelen. En op deze manier willen we eigenlijk van 9 Pro een nationale systeemintegrator maken voor Apple producten, IT-infrastructuur en aanverwante diensten zoals Lab 9 Academy. Op deze manier hopen we jullie in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Bovendien, om onze laatste acties te weten te komen, kunnen jullie ons nu ook volgen op Facebook en LinkedIn. We hebben volledige nieuwe Facebook-pagina's opgemaakt, als ook LinkedIn, waarbij we eigenlijk altijd onze laatste commerciële acties zullen posten, als ook onze eventen, zoals deze webinar van vandaag. Ziezo, korte introdu introductie over Lep 9 Pro. En nu gaan we verder tot de orde van de dag waarvoor jullie zijn gekomen in deze webinar. Heel wat acties die we in InDesign uitvoeren zijn vaak repetitieve acties waarbij foutjes of onoplettendheden de kop kunnen opsteken. Ik heb dit zelf ook opgemerkt in de nodige documenten die we hebben opgemaakt bij de lancering van Labnine Pro. Maar dankzij het gebruik van Data Merge en grapstelen kunnen we heel wat zaken gaan automatiseren, waardoor we ons terug kunnen focussen op creativiteit en de foutenlast te, vermi te verminderen tot zelfs volledig wegwerken. Deze morgen duiken we in de wereld dus van GREP en Data Merge. Dit doen we samen met Tom Moelaert. Tom is onze Adobe Training and Application Specialist bij Lab9 Pro in de afdeling Lab9 Academy. Mochten er tijdens de webinar vragen zijn, stel deze dan gerust in de QA. We proberen zoveel mogelijk onmiddellijk te antwoorden. Indien dit niet onmiddellijk lukt, doen we dit na de webinar van Tom en dan beantwoorden we deze vragen mondeling. We zullen dit ook aangeven in onze. Tom, ik zou zeggen: het woord is aan jou. Dankjewel, dankjewel Zeno. Uh, goedemorgen iedereen. Ik ben dus inderdaad Tom Moelaert. Ik werk sinds een kleine drietal jaar bij 9 Pro als training en application specialist uh, voor de Adobe pakketten. Ik ben een certified expert in Design, Illustrator, Photoshop. Um, en ik neem jullie graag mee in de mogelijkheden die we hebben gecombineerd met Data en Grip. Want uh, wat zijn die twee begrippen eigenlijk? Ik ga even een korte presentatie doen, dat gaat niet meer dan vijf minuten duren. En uh, dan ga ik een korte demo geven. Wat zijn die twee begrippen, datamerge en grip eigenlijk? We zullen beginnen met grip. Grip staat voor Global Regular Expression Parse. Dat is een zeer moeilijke computertechnische term, maar wat doet dat eigenlijk? Dat is code om wetmatigheden in tekst terug te gaan vinden. Dat is eigenlijk zeer, zeer simpel gesteld: namelijk, we gaan niet zoeken naar een specifiek stuk tekst, maar we gaan bijvoorbeeld zoeken naar alle tweetjes achter de M, zodat we die in superscript kunnen plaatsen. En dat kan op twee plaatsen gebruikt worden in InDesign: dat kan gebruikt worden in Find Change, dus we kunnen gaan zoeken. Op wetmatigheden en dan gaan vervangen door iets totaal anders. En in stijlen. Um, als we dat gaan combineren met datamerch, dadelijk daarover meer. Gaan we voornamelijk focussen op de stijlen. Maar ik ga ook toch ook een klein beetje fine change laten zien, wat daarmee mogelijk is. En datamerge, wat is dat eigenlijk? Dat is bestandssamenvoeging in het Nederlands. Dus als je. Um, in uw paneel al eens gekeken hebt onder Window, onder venster, bij hulpmiddelen, bij utilities in het Engels. Uh, vind je een paneel uh, Gegevens samenvoeging. Dat is eigenlijk uh, layout op basis we gaan layout op basis van content in een spreadsheet. Denk aan duizend naamkaartjes die je moet opmaken, uh, waar de gegevens in de spreadsheet zijn vervat en die, dat je duizend keer de naam, de voornaam, de functie, het telefoonnummer enzovoort enzovoort moet gaan copy-pasten. Dat, een, een uh, dat is iets typisch om met datamertje te gaan opvangen. Als we nu die twee krachtpatzers gaan combineren, dan kunnen we daar fantastische dingen mee doen. Uh, dus ik ga nu een. Met als doel eigenlijk vooral tijdswinst en efficiëntie. Excuseer, ik ga, mijn en dan, uh, ik ga mijn presentatie verlaten. En dan ga ik een korte demo geven van wat we, dat we daar eigenlijk allemaal mee kunnen bereiken. All right. Ik heb hier om te beginnen een aantal mapjes klaarstaan. Ik ga proberen of ik dit. Uh, kan verplaatsen want dat staat in mijn weg. Um, ik heb hier een aantal mapjes klaarstaan. Dat zijn eigenlijk drie brands die ik gecreëerd heb en um, daar gaan we verschillende dinges, dingen mee doen. Wolfstar is een um, een bankbrand, een bank en verzekeringsmaatschappij en fictieve. Rdb van onder naar boven is Red de Boel ofwel een politieke partij. En Inditjes ja een mini catalogus worden voor horloges en we zullen al nou eens gaan kijken want ik heb hier een heel pak bestandjes klaarstaan en we zullen naamkaartjes Wolfstar eens open doen Voilà. ik heb dan nu nog op dit moment opgemaakt alsof het voor mij zou zijn dus Wolfstar Academy maar daar gaat dan banking komen en daar gaat dan insurance komen en daar gaat real estate komen en zo verder en zo voort. En dit is hoe we dat opgemaakt willen zien. Dit is hoe we dat opgemaakt willen zien en dan gaan we dat eigenlijk langzaam opbouwen. Maar ik had al gezegd van uh, onder window utilities data Merge. Hebben we daar een paneel voor? En daar kunnen we een spreadsheet aan gaan hangen, maar niet zomaar een spreadsheet. Dan moet een bepaald bestandsformaat hebben. Want ik heb hier 100, 101 lijnen met titels bij. Um, met een hoop mensen die een afdeling hebben of geen afdeling hebben. Um, ik heb een CEO, een CFO, teamleaders, daily bankers. Met allemaal verschillende mobiele nummers, fictief, weliswaar. En allemaal uh, verschillende vaste lijnen, ook fictief, weliswaar. En hoe dat we dat dan klassiek gaan doen, is: we gaan dit schrijven, ofwel als een CSV, een komma gescheiden bestand, ofwel als een TXT. Nu is het zo, aangezien wij in België zitten, is een CSV niet aan te raden. Uh, waarom niet? Omdat Excel zegt van, ah, maar jij gebruikt een komma als een separator. Dus om je decimaal aan te duiden waar je cijfers na de komma beginnen, in het Engels is dat een punt. Dan gaat hij zeggen van, ja, maar ik ga geen komma plaatsen, ik ga een punt komma plaatsen om duidelijk te maken wanneer er een andere rij start. Dus dan gaan we even op veilig spelen en ik ga zeggen: ik ga dat als een TXT bestand. Aangezien dat ik op een Mac zit, Macintosh Format het. Ik heb dat al wel gemaakt, maar ik ga dat vervangen. Dan komt hij nog een waarschuwing geven: van, ja, niet elke sheet is gesaved, enkel de actieve sheet. Maar dat, was ook de, dat lag in de lijn der verwachtingen. En die staat hier nu klaar. Die moeten we nu hier gaan toevoegen. Jammer genoeg ziet het eruit alsof we het erin kunnen werpen, maar het is niet. Dus we gaan naar de fly-out menu en ik zeg hier naamkaartjes. En dan zegt hij hier: van, Kijk, ik heb hier al een aantal velden klaarstaan: afdeling, naam, voornaam, titel, telefoonnummer, mobiel, e-mail. Dat zijn die dingen die dat we hier zagen staan op de eerste rij, afdeling naam voornaam titel en zo verder en zo voort, is niet meer dan te zeggen van kijk de voornaam en de achternaam, de titel en zo verder en zo voort te gaan aanduiden en variabel te gaan maken. En dan kunnen we dat alles gaan previewen en dan krijgen we dit. Het is wel raar, want ik heb eerst de voornaam en dan de achternaam. Dus blijkbaar is er in mijn bestand hier iets misgegaan. Ja, naam en voornaam zijn hier omgewisseld. Nu zitten we eigenlijk op roze, want nu kunnen we gewoon dat txt-bestand open doen. Dit hier aanpassen. Voordat we exporteren, we save dit, we doen dat dicht. Ik moet nu wel die data terug gaan binnenhalen. Dus ik zeg: ga dat updaten. En dan gaan, kunnen we nu eens gaan kijken. En dan staat dat wel juist. Het is niet meer dan op de knop te drukken. Dan zeg: ik, ik wil ze allemaal gepagineerd hebben. En uh, ik ga. Uh, Op oké, klikken en klaar. Nu heeft hij een document klaarstaan met 100 pagina's, met telkens een, een, een voor en een achterkant. Alright. Had ik die nu niet meegepagineerd, had ik die nog uit mijn masters kunnen gaan halen. Maar dit is perfect. Dus dit is perfect, dat is hoe data merge werkt. Zeer simpel. Dadelijk kom ik hier nog terug, want als we hier gaan kijken, hier waar nu nog academy staat, ik heb hier de mogelijkheid om... Want Blijkbaar is er een style guide voorzien die zegt: van ah, maar banking heeft die kleur, real estate heeft die kleur en zo verder en zo voort. Dat zijn dan dingen die we dikwijls op masterniveau hebben, en dan gaan we hier zeggen: Oké, okay, dit wordt banking. En dan gaan we dat in de juiste kleur zetten, en dan gaan we daar masters tussen slepen. Dat is veel te veel werk. Straks gaan we dit combineren met grip, maar nu nog even niet. Straks terug naar hier. Um, de reden waarom ik het nu niet doe is omdat um, ik tijdelijk een beetje logisch wil opbouwen. Maar straks komen we terug naar hier. Oké, okay, don't, save. don't save. Een tweede mogelijkheid die we hebben is hier: een mini-catalogus. Ik heb hier een catalogus voorbereid. Een liggende catalogus, een liggende A5 voor een horlogemerk. Ook even goed fictief. En um, om aan te tonen van, kijk, we hebben nu altijd een naamkaartje gemaakt. Dat was één treffer op een blad. We kunnen er ook meerdere treffers op een blad zetten. Ik heb hier even goed mini-catalogus. Ik heb mijn Excel hier ook al geëxporteerd. Die staat klaar. Ik heb die hier in de map gezet. Ik ga die eens even bekijken. Kijken die Excel. Ik heb een horloge naam, ik heb een artikelnummer, ik heb een foto, ik heb een QR-code. En ik heb uh, nog wat extra tekst. Dus als we die gaan inladen, uh, nieuw Wolfstaar. Ik heb die bij mijn beelden gezet. Dan werkt dat het beste. Ik heb hier foto. Ik ga mijn preview aanzetten. Ik heb hier de QR-code. Ik heb hier de naam van mijn horloge. Ik heb hier het serienummer. Uh, artikelnummer. En ik heb hier de, het soort van mechaniek automatisch. En als we daar dan doorscrollen. Dan werkt dat ook goed. Maar ik wil dat dit een boekje wordt. Um, pagina's naast elkaar. Op de eerste pagina komt nog iets anders. En dat er twee van die horloges per pagina komen. Dus even gaan op diezelfde knop drukken voor te gaan. Um, om content te gaan vullen. Maar in plaats van records per pagina, en één record. Want één lijn in zo'n Excel wordt dan een record genoemd. Zeggen we multiple records en dan kan ik hier zeggen: gaat die previewen en gaat die al plaatsen. Hij neemt hier een eigen mijn basismarges terug over. Dus ik ga dit even aanpassen. En je ziet dat die marges ook mee veranderen. Ik wil dat er tussen die kolommen 15 mm is en dan heb ik hier nog voor de foto's heb ik hier nog mogelijkheden om te zeggen van hoe moeten die in dat kader komen en al dan niet gecenterd. en uh, wat moet ik doen met lege velden uh, ga, die, ga ik die verwijderen of niet Ik ga dit eveneens genereren en mijn data merge paneel is in mijn doeldocument leeg dat wil zeggen dat alles geplaatst is. En ik heb hier nu even uitzoomen. Ik had misschien wel ervoor moeten zorgen dat facing pages waren. Voilà. En ik ben klaar. Dus een relatief simpele voorbereiding. Met een gigantisch resultaat. Het enige wat je moet weten is hoe je foto's en hoe je een QR-code aanduidt. Um, dat leggen wij jullie graag uit tijdens een opleiding Advanced uh, werken met um, InDesign. Dat is het enige wat je moet weten. En al die verschillende QR-codes zijn nu geplaatst. Want die QR-codes, ik ga eens even bekijken, dat was indiches.be slash horloge. 01 en zo verder enzovoort. We zullen eens kijken. Object edit QR code. Voilà. Als ik daar nu nog HTTP had voorgetypt, dan was ik helemaal gewonnen geweest. Goed, perfect. Dat is de tweede mogelijkheid zonder enige vorm van grip. Maar ik. Ik hoop en ik verwacht dat iedereen de kracht ziet van wat hiermee mogelijk is, wat we hiermee kunnen doen, wat we hiermee kunnen bereiken op, met een, en wat voor een krachtpatser dat is. Don't save. Nu gaan we er een klein beetje grip aan toevoegen. Dan hebben we daar ook al eens een keer. En ik ga daar om te beginnen. Terug naar mijn Wolfstar brand. Ja. En ik ga hier twee documentjes van open doen. Ik ga mijn documentje waar dat hier mijn, uh, met mijn gegevens. Want ik ga hier eens even iets, iets laten zien. Ik heb hier Adobe specialist staan weliswaar. Misschien moet ik dat nog een beetje groter plaatsen. Ik heb hier Adobe specialist staan, dan staat investment achter. Als ik daar banking type, dan wordt dat blauw. En als ik daar real estate type, dan wordt dat paars. En als ik daar credit type, dan wordt dat rood. Dat is eigenlijk zeer simpel met een gripstijl opgelost. Dus ik ga eens even um, mijn stijl bewerken. Dan kunnen we daar eens naar kijken wat er eigenlijk gebeurt. Ik heb hier gripstijlen klaarstaan. Ik mag nog even op non. Ik heb hier um, nog wat dingen klaarstaan. Ik heb hier, ik heb hier wat, wat dingen klaarstaan. En die zegt hier eigenlijk van, kijk, ga naar alles zoeken. En als er investment staat, neem je de karakterstijl invest. Als er banking staat, neem je de karakterstijl banking en zo verder en zo voort. Insurance is testen. Insurance. Het enige wat ik nog wil doen, want uh, als daar teamleader staat of banking specialist. Dan wil ik niet dat daar banking specialist banking staat, maar dan wil ik daar gewoon, wil ik dat laatste woord terug gaan verbergen. Dat heb ik ook al klaarstaan. Want helemaal op het einde... heb ik hier gezegd: van kijk, ga dit gedeelte. Investment of banking of credit of insurance. Of real estate. Ga dat verbergen. Nu staat daar nog non, maar als ik daar zeg hide, verberg, met een karakterstijl kunnen we geen dingen gaan vervangen. In, met een grepstijl, even benadrukken, geen dingen gaan vervangen. Maar dit is eigenlijk de meest simpele gripstel die we kunnen hebben. Die, die, die bovenste, maar dat is enkel zoeken op de tekst waar je zeker van bent. En daar iets mee gaan doen. Hier ook uh, enkel naar deze tekst: banking, credit, insurance, credit gaan zoeken en dat gaan verbergen. We kunnen dat gaan verbergen, maar dat blijft aanwezig. Nogmaals, hoe dat we dat kunnen verbergen, dat zien we dan in de opleiding grepstijlen. Maar eigenlijk gaan we um, alles uit de kast halen om die tekst niet zichtbaar te maken. Dus niet enkel gewoon in papierkleur, want, dat, want als er dan een foto achter staat, dan, dan, dan blijft die nog altijd zichtbaar. Maar als ik hier nu zeg van kijk... Ik heb mijn stijl nu, nu toegepast en ik ga eens even kijken. Die tekst zit er nog altijd in. Als ik zeg Edit um, in Story Editor, dan staat er nog altijd Adobe Specialist Insurance. Als ik daar nu Real Estate van maak, dan verandert de kleur en verdwijnt mijn Real Estate. Als ik daar een typfout in maak, dan gaat Real Estate zonder kleur daar correct staan. Dat is een manier hoe we dat kunnen gaan, uh, gaan uitbreiden. En dan kunnen we dat ook hier vooraan voor het kaartje hier vooraan doen. Dat is weer dan Real Estate. Dan komt daar ook die kleur. En dat kunnen we dus even goed variabel gaan maken. Ik heb dat hier voorbereid. Dus voornaam, naam. Ik ga de databron opnieuw selecteren. Ik ga naar Wolfstar, naar de naamkaartjes. Ik ga een preview aanzetten en dan zien we hier dat Teamleader Banking, Teamleader Insurance. En om even een tipje van de slider op te, op te lichten: de afdeling die Insurance, die Banking, die Real Estate, komt, heb ik hier mee ingeladen, omdat die moet. Um, mijn kleurverandering aandrijft. En hier aan de voorkant van het kaartje, even goed, heb ik hier de CEO, heeft is van alles CEO en de CFO ook, maar dan hebben we hier onze mooie opeenvolging van al die dingen. Eén druk op de knop, al de verschillende records, al de verschillende lijnen plaatsen. En ik heb nu een document van 200 pagina's met 200 naamkaartjes, die allemaal de correcte data bevatten. Dat is wat we daarmee kunnen doen met grep. Eigenlijk de meest simpele grepstijl, nog eens herhalen, is gewoon zoeken op het type tekst dat je wil vinden. Ik heb dat een klein beetje uitgebreid door daar nog. Maar voor dit hier is dat effectief gaan zoeken, product. Gaan zoeken op investment, op banking. Dat is uw meest simpele gripstel die je kan hebben. Dat kan je zelf volgende week, morgen, straks proberen. Dat is zeer succesvol. Goed. Dan uh, nog een laatste die ik klaar heb staan om te demonstreren. Nog een laatste die ik klaar heb staan is uh, Red De Boel, een politieke partij. En ik heb hier een InDesign-bestandje mail omgezet. Wat is hier, wat is hier gebeurd? Ik heb het nu wel in een Word-document klaarstaan, maar normaal gezien krijgen we het via mail. Namelijk... Ik heb hier een plaats voor iemand en ik heb deze naam en ik heb daar een foto van. Ah, Die, staat, die is twee keer aangeleverd. Eén keer recht, rechtstreeks uit het toestel en één keer al bewerkt. En een slogan. Ik ga dat even een klein beetje groter plaatsen. Ik denk dat we dat kunnen lezen. En een slogan. Want blijkbaar hebben verschillende mensen pakken die uit met een andere slogan. Dus, en uiteraard staan die op verschillende plaatsen en hebben die allemaal een verschillende foto. Dat is hoe dat we dat klassiek binnenkrijgen. Dus ik ga dat allemaal kopiëren. Ik ga gebruik maken van de grip, van de kracht van grip. Om die mail om te zetten naar een, naar een spreadsheet. Ik heb dat hier al een keer gedaan, maar ik ga dat nog eens een keer doen. Ik heb hier tot helemaal op het einde al die tekst uit, uit dat Word-document. Ik ga die opnieuw plakken. Dan moet ik natuurlijk wel de juiste shortcut gebruiken. Zeker zijn dat ik hem gekopieerd heb. Edit, Paste, voilà. En dan gaan we dat allemaal eens selecteren. En ik ga al eens een keer tellen, want ik heb eigenlijk altijd één verloren Enter. Maar die staan, uh, ik ga die vooraan houden. Ik heb hier één verloren Enter. 1, 2, 3, 4, 5. Dus in totaal heb ik 6 kolommen. Selecteer dit allemaal. Ik ga naar tabel. Convert text to table. Oké. Okay. En als ik dan slim ben, dan ga ik hier zeggen. Ah, maar een paragraaf kan ook een kolom worden. Dan kan ik hier zeggen ah, dan heb ik zes kolommen nodig. Voilà. Dan kunnen die lege inters hier al weg. Even nakijken of dat er niets raar is. Nee, dat mag al weg. Ik met de juiste shortcut. Dit gaan we ook weer doen. Dan zitten we hier nog met de plaats. Ik ga hier al eens even een rij boven voegen. Insert. row. Dat is de plaats. En dit moet nog gesplitst worden. Dus ik ga dat al even een extra kolom maken. Dus dat is dan voornaam en dat is dan achternaam. Dat was niet zo slim vanaf deze manier te doen. En dan kunnen we nu hier in deze rij gaan zoeken. Edit, Find and Replace. Command F, Find Change. En dan gaan we gewoon klassiek zoeken achter plaats dubbelpunt spatie. We vervangen dat door niks in onze selectie. Change all. Dat is al goed. Voornaam achternaam dat wordt een beetje moeilijker. Maar daar lossen we, dat ze we wel op. Hier hebben we gezegd van kijk, dat zit in een bepaald mapje output vooraan. En dan Kevin van Leenputten.psd dus jpeg wordt punt PSD. Dat is een kolfje naar de hand van grip. Want wat gaan we dan doen? Dan gaan we eigenlijk zoeken naar eender welk karakter. En we kunnen dat gaan herhalen. Repeat. één of meerdere keren. Maar kijk, eender welk karakter is een puntje... Als we dan dat, dat we een echte punt willen hebben, dan moeten we die gaan escapen met een backslash. En dan zeggen we JPEG. En als we dit dan gaan selecteren, alles wat voor punt JPEG staat, en we gaan dat terug gaan gebruiken, want kijk, dat is onze eerste selectie die dat we gemaakt hebben. En ik ga dan zeggen, zit daar punt PSD achter, aangezien dat we bij het vervangen niet meer... ...geen variabelen niet meer kunnen gaan vervangen. En dan kan ik hier nog voor plaatsen... ...slash output... ...slash... ...en dan kunnen we hier zeggen van... ...kijk... ...vervang met dit. Change all. Voilà. Hier ook even goed. Slogan. En dan gaan we zeggen... ...aan de tekstkant... ...slogan dubbelpunt... Change all. Voilà, staat klaar. Dan moeten we de voor- en de achternamen nog gaan splitsen. Dat kunnen we ook met grip gaan doen. Ik ga u daar niet mee, ver, uh, mee uh, vervelen hoe dat we dat doen, want ik heb het hier al klaar staan. Het staat ook klaar in. Uh, als uh, TXT-bestand. Dus dan kunnen we dat inladen. Ik heb hier drie bestanden. Twee bestanden, excuseer. Dus om die zal twee open doen, kunnen we zien wat we hebben. Find Change mag dicht. Dit is het resultaat. Dit is wat we mo mogen verwachten. Omdat onze kinderen belangrijk zijn, staat in 210 punt. Wij zorgen voor jouw toekomst 272 punt. Lodewijk van Ginderen onderaan hier staat in 112 punt. Ludo de Sadeleer staat in 124 punt. En Maria Gabriela Rodriguez da Silva staat in 86 punt qua korpsgrootte. Dus dat kunnen we gaan aansturen met grip. Dus ons brondocument, dat is niet zo heel moeilijk. Ik ga al eens zeggen, uh, select data source. Ja. En dan hebben we hier red de Boel. En hier hebben we ook even goed een plaats. Dat wordt plaats. Misschien moeten we eerst de nummer hier nemen. Dat wordt plaats. Ik ga mijn preview even aanzetten. Dan kunnen we daar doorgaan. Dit wordt de voornaam en achternaam. Die is al klaar. De foto hier. Die kunnen we previewen. De slogan moet nog aangepast worden. Dat is dan de slogan. En hier zit een, een heleboel grip achter. Ik ga jullie daar even in meenemen. Eigenlijk voor de slogan en voor de namen is het vergelijkbaar. Um, alleen um, is het voor de namen nog iets complexer omdat ik daar een waterval heb moeten creëren van, van drie. Uh, net omdat, uh, omdat Mar Maria Gabriela da Silva een zeer lange naam had, bewust gekozen uiteraard. Maar eigenlijk zeggen we hier heel simpel van kijk, van zodra dat 31 of meer karakters is, gaan we een karakterstijl toepassen op onze bodycopy. En in die karakterstijl, kleinere headline, wat gebeurt daarmee? Gaan we gewoon een, een andere korpsgrootte gebruiken. Dat is alles. Daar wordt gewoon een andere korpsgrootte gebruikt. En zodanig dat als dat meer dan 31 karakters is, dat dat korps een klein beetje verkleint. En dan kunnen we daar helemaal doorgaan. En dat is net de kracht van de combinatie, van als we datamers gaan, gaan combineren met uh, GREP, dan kunnen we daar fantastische resultaten in behalen op zeer korte termijn. En als we dan correcties krijgen of er komen nieuwe kandidaten bij, dan uh, zitten we nog altijd op roze. Ik wil nog even een kleine disclaimer plaatsen. Want we zien allemaal dat die foto's niet goed zijn, zijn vrijgesteld. Dat zien we allemaal. Die hebben ook nog een watermerk van Adobe Stock. Um, die zijn niet goed vrijgesteld. Dat was ook het idee. Um, van, kijk, dat is onze eerste opzet, onze eerste layout. De foto's komen binnen bij iemand anders. Die moeten nog fatsoenlijk vrijgesteld worden. Maar we kunnen in Photoshop met een badge, met een automatisatie kan je eigenlijk al een, een basic vrijstelling doen, zodat je, je jouw layoutwerk kan beginnen met een voldoende vrijgestelde foto, geautomatiseerd, 0,0 werk, en dat iemand anders aan de vrijstelling fatsoenlijk kan doen. Goed, dat was mijn korte uh, presentatie of demo over wat er mogelijk is met, dus met Grip. En in uh, binnen InDesign als combinatie. Um, ik heb gezien dat er heel veel vragen zijn geweest. Ik kijk even naar Zeno. Ja, dat, dat klopt inderdaad, uh, Tom. Dat er wel vragen zijn geweest. Uh, ik heb die ook al uh, enkele uh, gesteld. Maar eigenlijk de meeste vragen waren van hoe breng je de beelden en de QR-code in de Excel list en dan naar InDesign. Uh, dat zijn zaken die aan bod komen, ook in de opleiding. Uh, maar... Voor de aandachtige kegel kon je wel opmerken hoe het juist in zijn werk gaat, denk ik, Tom. Ik zal dus even, even die Excel nog laten zien. Ik, heb hier, ik, zal, ik zal het even een klein beetje groter zetten. Ik heb hier QR en ik heb hier mijn fotoveld. Dus um, dat is eigenlijk alles. Uh, je, je zet daar gewoon het afgesproken teken voor en klaar. Voilà, inderdaad. Dat is inderdaad de oplossing. Um, ik ga even kijken of er nog andere vragen zijn binnengekomen. Uh, momenteel hebben we nog geen vragen echt. Uh, mochten die er zijn, stel die ze dan zeker in de Q&A. Dan kunnen we ze nog tijdens de webinar zelf beantwoorden. Um, mocht je ze achteraf willen beantwoorden, kan het altijd uh, via onze website gebeuren. Dan kan je daar informatie vragen naar opleidingen. En dat komt dat terecht bij ons Academy-team. Um, ik heb hier... Uh, nog een vraag binnengekregen van Hilde bij een correctie. Doe je dan de correctie in Excel of in InDesign? Dat is een, goeie. Dat, dat is een heel goede vraag, Hilde. We zullen dat eens doen. Um, want ik heb hier nu mijn preview. Hè. Ik ga al mijn andere documenten afsluiten om geen verwarring te hebben. Um, om geen verwarring te hebben. Ik ga dit genereren. Ik zeg. Op oké. Okay. Hij heeft nu een document van 16 pagina's. Als het één correctie is. Dus Bart, men heeft zich vergist dat was scheert. Dat doen we gewoon rechtstreeks in ons document. Want dit heeft geen enkele. Dit bestand heeft geen enkele connectie niet meer met onze, onze, onze spreadsheet. Of, uh, of uh, onze, uh, ons, ons, ons txt bestand Maar stel nu dat we zeggen: um, wij beschermen jouw welvaart, wij beschermen onze welvaart. Een correctie die allemaal, die globaal moet gebeuren. Oké, okay, Fine Change kan u, kan u ook helpen, maar dat kan even hier. En ik ga zeggen, replace. En wij beschermen onze welvaart. Als er zoveel van die correcties zijn en er komen lijnen bij, of er vallen lijnen weg, dan gaan we dat doen op uh, Excel en dus eigenlijk op TXT-niveau. Dus als ik dit nu, uh, replace all, oké. Okay. Dan ga ik aan deze kant hier zeggen, kijk. Even mijn preview aanzetten en dan kunnen we dat zien. Jouw welvaart. Ik ga mijn datasource updaten. Onze welvaart. En dan hebben we die allemaal ineens. Het, het is dan wel zo dat we dat opnieuw dat bestand moeten genereren, maar dat lijkt me logisch. Oké, okay, dankjewel uh, voor het antwoord. Ik hoop, Hilde, uh, dat dat duidelijk was uh, met de voorstelling uh, van Tom. Goed, um, ik zal verder gaan uh, naar het einde van onze webinar. Dus zoals ik reeds zei, ik zie dat Tom graag nog iets wil mededelen. Um, ik zal even vragen aan Tom dat hij nog even terugkeert uh, naar zijn PowerPoint, want hij had nog iets klaarstaan voor jullie. Ja. Uh, ik heb uh, gesproken van: kijk, we, we, beland, we behandelen dat in detail tijdens een aantal opleidingen. Ik geef jullie graag mee als je geïnteresseerd bent, als je het interessant vond, als je daar mogelijkheid voor ziet om jouw workflow daarmee um, efficiënter te maken. Um, dan zien wij jullie graag ofwel tijdens een opleiding Power Tips and Tricks. Die gaat door in, in Kortrijk of in Antwerpen op 514. En 16 december. Uh, daar komt ook grep zeer kort aan bod. Uh, data merge wordt er helemaal uitgespit. En uh, het gedeelte werken met stijlen, uh, grepstijlen, is op 10 november hier in Kortrijk of 18 november in Antwerpen. En wij ver verwelkomen jullie daar graag. Wij leren jullie zeer graag de kneepjes van zowel grep als datameerge, als nog. Duizend en één andere dingen in InDesign. Je hebt gezien dat ik snel een kolom bijcreëerde uh, met, met een shortcut. Die dingen die brengen wij jullie allemaal graag bij. Want wij hopen dat iedereen veel efficiënter wordt. En dan wil ik nog een klein ding zeggen. We hebben ook een jaarabonnement. En dat maakt het super interessant als je zegt: van kijk, ik uh, heb een onbeperkt aantal opleidingsdagen geldig voor één jaar. De startdatum is wanneer dat je inschrijft, wanneer dat je betaalt. En dat is voor één persoon aan 2.000 euro. Maar elke opleiding die we geven ben je een ganse jaar welkom. Uh, we hebben ook een bundel uh, voorzien, uh, maar daar kijk ik naar Zeno voor de details. Dus uh, daar gaat Zeno jullie toelichten. Uh, maar ik dank jullie alvast voor jullie aandacht wel, Tom voor de uiteenzetting en ook even stil te staan uh, bij ons lab 9 Academy verhaal. Je ziet, er zijn heel wat mogelijkheden uh, met de software en uiteraard hebben we daar heel wat opleidingen voor klaarstaan. We hebben ook iets nieuws in ons Labnine 9 Academy aanbod en dat is eigenlijk de Pick and Mix, waarbij je eigenlijk je volledige eigen programma kan samenstellen en waarbij ook een voordeeltarief aan gekoppeld is. Dus bekijk dit zeker uh, op de websites uh, van lab 9 Pro en dat kan eigenlijk nu heel eenvoudig via labninepro.be. 9 um, om af te sluiten wil ik jullie graag nog uitnodigen voor onze volgende webinar. Uh, we hebben nog heel wat verschillende webinars in petto, zoals sommigen wel iets weten. Um, en onze volgende webinar staat deze week nog gepland. En dat is vrijdag terug om 9.30 uur. Een mooie ochtendsessie over Lightroom en Photoshop. We staan even stil bij het gebruik van beide pakketten. Welke pakketten gebruiken je nu het best? Bij welke toepassingen? We krijgen daar heel wat vragen over. Um, en daar staan we dan even bij stil. En dat is samen uh, met onze trainer... Uh, Dimitri Stevens, die jullie in alle geuren en kleuren de mogelijkheden van beide pakketten zal toelichten. Ik plaats zo meteen nog even in de chat de link. Dat is businesslab slash webinar. En daar kunnen jullie eigenlijk inschrijven op al onze webinars die hier reeds beschikbaar staan. We hebben er nog een vijftal klaarstaan, maar we vullen deze uh, stilaan terug aan. Verder wens ik jullie nog een heel fijne werkdag. En hopelijk zien we elkaar dan vrijdag morgen terug voor de webinar over Lightroom en Photoshop. Tom, ik dank je nog graag voor jullie uh, presentatie. Um, ik heb ook nog net de vraag binnengekregen uh, van Kathleen. Die pik ik graag nog even mee. Uh, het is inderdaad mogelijk uh, om dus de opname toegestuurd te krijgen. Dus schrijf je altijd in voor onze webinars. En dan sturen wij de opname zoals vandaag. Door um, via uh, mail. En dan kunnen jullie deze altijd herbekeken. Uh, dus, uh, Kathleen, de opname uh, gaat doorgestuurd worden. Downloaden is helaas niet mogelijk, maar het herbekeken uiteraard wel. Ciso, hier sluit ik graag af en uh, hopelijk zien we elkaar uh, vrijdag terug. Tot de volgende.